kleine, dikke, dunne kinderen, mensenkinderen. Opgelet, hier komt een speciale wegwerpcircus van Piepel. En we gaan een speciale voorstelling geven. Let op, bezichtiging der stallen is niet toegestaan. Let op, zie toe en verwijs je. Kom pas op, schiet op een vriendje knipluxje bezoek. Nu komen die mee met een bijzondere fijne misgietwerk. Ja. Ja, zij achter de uiten kunnen mee. Rustig aan, Kluk-Kluk. Jij gaat vandaag niet schieten, we gaan heel iets anders doen, Kluk-Kluk. Nee, waarom? Ik heb een verrassing voor jou. Oh nee, we hebben geen tijd voor de verrassings. Niks ervan. Gewoon, we gaan lekker schieten. Ja? Wat heb jij voor verrassing? Dat zal ik je laten zien, Kluk-Kluk. Pipo, geef maar mij, hij wil het niet. Nee, de verrassing zijn voor de mij. Juist. Jij wou niet. Ja, Pipo hebben gezegd, de verrassing zijn voor de mij, hoor. Kluk-Kluk, hij is alleen voor Kluk-Kluk. Ja, nou wat zijn het? Kluk-Kluk, let goed op. Wat heb ik hier? Nou, dat zijn nogal makkelijk, zeg. Het is een garenpijpje. Snoepjes, Kluk-Kluk, dit is geen sigarenpijpje, het zijn geen snoepjes, Kluk-Kluk. Weet je wat het is, Kluk-Kluk? Dit is een hele doodgeworden kijker. Een kijker? Een kijker. En een kijker, wat doe je ermee, Kluk-Kluk? Dan kijk je doorheen. Ja. Dus wat doe ik, Kluk-Kluk? Kluk-Kluk, als jij door die kijker gaat kijken, wat zie je dan, denk je? Wat zie je dan? Dan zie je een ezel met een ring. Dat is mooi, zeg. Een ezel met een ring. Dus als ze me hier doorheen kijken, zien we dan een ezel met een ring? Nee, Kluk-Kluk, andersom. Oh, andersom. Andersom. Juist, ja. Kluk-Kluk, andersom. Anders andersom. Ja, dan moet er wel een beetje van de duidelijke zijn, zeg. Oh, dus hier doorheen. Hier doorheen. Ah, ja. Kijk nou, Kluk-Kluk. Ja. En dan zie je dan een ezel met een ring. Een ezel met een ring, Kluk-Kluk. Kijk dan eventjes. Dat is een mooi gezicht. Mooie ezel, Kluk-Kluk. Ja, ja. Dat is even goed aardig dat je een ezel met een ring ziet. Kijk nou, Kluk-Kluk. Kijk nou, Kluk-Kluk. Ja, nee, bekijken wel even. Heb jij dat nooit gezien, hè, deze met dat ring? Kijk nou eventjes. Wil jij misschien ook een kijk? Nee, Kluk-Kluk. Kijk nou even door die ezel. Ik bedoel, kijk nou even door die ring. Ezel met de ring. Ezel met de ring. Ja hoor, daar gaan we. Wat zie je, Kluk-Kluk? Hij ziet verder niks niet meer dalligen. Bah! Hij ziet verder niks niet meer dalligen, hoor. Kluk-Kluk! Bah! Dit is onze sprinkelde papegaai, Foefie. Hé, Foef, zeg eens wat. Rijkoos. Ja, dat dacht ik ook. Ik ben de beroemdste praatvogel. U heeft het gehoord, u heeft het gezien. De voorstelling gaat direct weer. Flapperen, dat is me wat. En nu het hoogtepunt van de voorstelling. Nog nooit vertoond in het land. U mag er ook niet over schrijven in de krant. U zal zien wat er gebeurt. Het unieke optreden van Plomp. Met haar pop, jullie. Zo, jullie, daar zijn we dan. Ja, daar zijn we. Stel jij ons dan maar eens netjes voor aan het hooggeachte publiek. Publiek? Lach me zien. Niks van taal. Krijg een wip thuis van staal. Dat zijn geen manieren. Met de mieren. Eigenlijk is het om het eigendom te zijn van zo'n klauwtjesmens. Tja, was ik maar van iemand anders. Ik dacht anders dat je met mijn stem praatte, hè? Niks mee te maken. Niks mee te maken. Judy, vind je me niet lief? Nee. Ook niet een beetje lief? Nee, nee. Ook niet een ietsje pietsje lief? Nee, nee, nee. Ook niet een ietsje pietsje slippertje lief? Nee. Oké, dan ga je de auto in, dan ga je me slapen. Had je idee? Hallo! Erg schuld. Moet je maar niet brutaal zijn tegen zijn lieve eigen moeder. Lekker. Mameloe, dat was heel lekker hoor, die pudding met bessensap. Fijn, Pipo. Ja, dat geleid ook allemaal zo lekker, hè. Eerst in de hapklep, dan door de keel gaat langs de smaakzenuw komen het zo in de maagmagazijnen terecht. Trouwens, maar je had ook honger gekregen, hoor, van het harde werken. Dat beetje floepers misschietwerk, daar krijgt de muis nog geen honger van. Wou jij misschien een van de beroemdste Indiaanse circusartiesten vergelijken met een muis? Nee. Oh. Dan zou je een muis mee beledigen. Ons zijn zoals ze ons zijn. En zo blijven we. Oh nee, ik ga. Oh, gelukkig. Wat ga je doen, Plop? Ik ga nog wat oefenen, Mameloe. Oh, heel goed. Ja, ga jij maar eens even wat doen, zeg, en die oude prullenbak op wielen. Hé? Hier, neem een appel mee. Ja, verstandig. Ik ga pluim meteen te eten geven. Oh, heel goed. Koekeloeriekoek.
Nou, dan gaan wij alvast eventjes de slaaptent opzetten, want we gaan er vanavond eens niet zo laat in. Oh. Oh, erg verstandig, Klukluk. Ja, oud-Indiaans spreekwoord zeggen altijd, wie slapen als een marmot, die worden wakker als een haard. Nou, mama, je kunt zeggen wat je wil, hè. Die twee kibbelen dan wel een beetje. Maar met het circus gaat het goed, hè. Het publiek stroomt toe als water in een kuiltje. Ja, Piebo, het gaat ons goed, hè. Ja. Ja, dan is het wiebele wagenleven tenminste niet voor niets. Oh, mameloe. Oh ja, je hoofd is zo. Zo? Ja, zo. Oh. Wat is het dan, Piebo? Kan jij gedachten lezen? Weet wat jij denkt, mameloe. Wat dan, malle Piebo? Jij denkt misschien verdienen we nog een hoop centjes in het circus. Dan koop ik een eigen huisje met een vast stoepetje en geen wiebele mammel meer in zo'n woonwagen. Nou ja, dat is te zeggen. Mameloe, geef het nou maar toe. Piebo, je hebt gelijk. Nou ja, ik denk altijd, hè, het ene avontuur na het andere. Ik weet het, mameloe, met die pareldieven en met die omgeblazen kaallief-meneertjes. Nou, oh, leuk hoor. Maar ja, het is zo onrustig. Ik weet het, mameloe, het is zo rustig. Maar de laatste tijd, mameloe, hebben we toch geen opwindende avonturen beleefd, hè? Nee, Piebo, dat is waar. De laatste tijd was het erg kalm. Ik weet het, mameloe, er is allemaal niks aan de hand. En opeens, ploep, daar is het weer. Wat, floep, daar is het weer. Ja, mameloe, het avontuur. Spanning, rennen, vliegen, mameloe. En achter lastpostmaniertjes aan. En ik moet Silepietjes weer helpen, dat weet je, ja. Piebo, misschien is het nou wel echt voorbij. Ja, je zei het zelf. De laatste tijd was het erg rustig. Daarom. Nou. Moet je nou bijvoorbeeld die stilte om je heen eens horen? Ik hoor die stilte, Babeloe. Ja. Geen vuiltje uit de lucht. Nee. De zee kabbelt en de wind is gaan liggen. Schappen de flap. Wat is dat? Dat is plop, 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 ik kom, ik kom. Hé, hey, klop, klop, kom eens hier. Nee, nou, plop, 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 wat is hier nou? Je vreselijk. Ja, heb jij je ogen gedaan of zo? Een kwetsuurtje? Niet kwetsuurtje. Oh, nou, daar valt het allemaal nogal mee. Dat is wel erg. Ja, hou die trommel nou eens even hier stil, hè. Vertel Piebo nou eens rustig, wat is er aan de hand? Hij is weg. Ja, dat zijn vervelend natuurlijk. Klukluk. Wie is er weg? Geen idee. Hij! Jenny! Wat, die pop? Is hij verdwenen? Ah, die oude kletskop. Zeg, zoek dan nog maar eens een keertje goed, hè. Heb ik al gedaan. Oh, nou ja, maar de mens kan ze toch vergissen. Ja? Ja. Ja, ja, al, er is wat. Het zal toch niet weer gebeuren, hè? Nee, niet echt. Avontuur! Ik rook het! Oh ja. Hé. Hey. Oh. Wat is dat? Kan ik helpen? Ja, mameloe, bukken. Voor een overvliegend huis eruit. Oh, oh, plop, ho, oh, nou wat toch. Wat is er dan? Vliegen de schotels in. De pop zijn weg. Ja, dat is wat? Het. Wat? Ja. Dat kan toch niet? Zo'n pop kan toch niet lopen? Nee, maar kletsen kan hij wel. Nou ja, met de stem van plop, hè. Ik kan niet optreden zonder jullie. En hij ook niet zonder mij. Ja, dan neem mij toch even dat rolletje over, die waar van de... Zeg maar, gedag met je handje tegen de publiek zal. Hou op, Kukuluku. We moeten die dief achterna. Piepo, kan jij niet een vliegtuig maken? Ja, dat maak ik even voor je. Ja, maar waar zou die nou zijn, ja, hè? De wereld zit vol kanten. Ja. Maar welke is het? Ja, in ieder geval, eentje is de goede, mameloe. Waar is nou die pop jullie? Ja, zeg meneer, ja, deze... een circusmensen. Ja, ons hebben op het ogenblik geen gelegenheid om handtekeningen te geven. Trouwens, kost de één pot binnenkast. Oh, leed jij maar niet op die rare Indianen, hoor. Vertel me eens, Piepo, wat is het? Ik heb iemand in de stad zien lopen, ja, met pop, jullie pop. Met mijn pop. Met pop. Waarheen? Met de pop. Kom mee. Het was een soort zeeman, daar, bij de haven. Bij de haven. Die kant op. Judy, zeeman, rennen. Plop, plop, plop. Ze is al weg. Mameloe, ik ben zo terug. Ja, op de snelle speurders voetjes. Thank you.
zeg meneer, heeft u toevallig ook een bootje weg zien gaan? Ja, daar is hij naartoe gegaan. Hè? Ja. Zeg meneer, zou u misschien gratis en voor niks een stukje met u mee kunnen varen? Ja, komt u maar aan boord, ik breng u wel eens. Ah, hij brengt ons even, kom maar mee. Pluk, waar ga je naartoe? Even een zwemvest te halen. Kom mee, ik zou ook voor me worden. Kom mee. Kom, help een keer. Ah, dat is voor mij niks. Nee, dat weet ik nog, Pluk, kom maar. Of we dieven mijn handen krijgen. Dan klim ik eerst heel hoog in de toren. En dan had ik hem boem zo in de zee vallen. Lucas, meid, zit toch stil alsjeblieft. We houden wel van schommelen met een liever aan de vaste wal. En dan haal ik hem weer uit het water. En dan slinger ik hem rond. En dan... Meid, zit toch eens stil. Wij zijn een indianen, geen zeepersoon. Kijk, we hebben wel een veer, maar geen vinnen. Waar is die zeematroos nou gebleven? Ik denk dat hij uit de hoek op is, hè? Maar ik zie hem straks wel weer, hoor, met mijn grote kijkogen. Ja, het duurt mij veel te langzaam, hoor. Ja, ik ga wel lopen. Ja, lopen? Kunnen ons niet beter aan de terugreis gaan denken? De terugreis? En mijn Judy-pop in handen laten van die zeesnuiters? Weet jij wanneer, Kukuluku? Nooit. Poppens zijn er genoeg op de wereld, maar Kluklukkens... Zijn er maar één. Ja, ja. Nou, en die heeft watervrees. Dat zou een zeekapitein nou met een buikspreekerspop moeten. Ja, dat vraagt Pipo zich ook af, hè, met je denkhoofd. Wat zou zo'n zout zeeman nou met zo'n pop willen? Zijn het een raadseltje? Ja, Kluk, een raadseltje. Een raadseltje zijn er op te lossen. Dus voor... Kijk daar eens. We prikken die schuit gewoon lek. Dan zinkt die. Dan gaat alles drijven. En dan kunnen we jullie gewoon oppikken. Nee. We gaan eerst proberen het rustig uit te praten. Wat? Praten? Met het zeemonster? Wij klimmen aan boord. Ja? Nee. En wij gaan niet weg voordat wij die pop weer in handen hebben. Nee, leven ze nou toch? Ze hadden toch al lang terug moeten zijn? Rijkels! Gauw gebrokken! Sophie, alsjeblieft, hou op. Wel, nee. Pipo loopt niet de zeven sloten tegelijk. Wel in zee! Wel in zee! Zo, nou daar zijn we dan, hè? Jullie hebben mij aardig meegelokt, hoor. Nou, wat doen we nu, hè? Kouvaten of teruggaan? Nee, we gaan regelrecht naar die zee, meneer. En dan zeg ik, hier, mijn pop, geef terug. Ho. Nee, niet ho. Haha. De zaak wordt geregeld. Die zeelopperskapitein heeft die pop niet voor niks meegenomen. Daar steekt iets achter. Er steekt helemaal niks achter jullie. Ja, alleen ik als ik met Mop treed. Hij wil iets met die pop en daarom zal hij niet 1, 2, 3 gaan teruggeven. Ja, nou, dan ga maar 1, 2, 3, 4 terug. Ja, en dan ons meteen de hele patrozenvolg op de nek. Ja, maar kluk. Er is er toch nog geen man overboord? Jawel. 1. Wie dan? De mij. We gaan terug. Ajus, hoor. Ja, kluk. Het is er wel erg nat beneden, hoor. Nou ja, hier ook hoor. Hier zit hem ook een nattigheid. We gaan een plan maken, luister. Plom, waar ben je nou? Plom is ziek, plom. Nou, dan hollen wij maar weer achter de clownsfamilie aan hoor. Op deze drijvende wasstoppen. Oh, en we hadden zo lekker kunnen slapen in de eigen wigwamsel. Oh, het leven zijn toch wel van de opschrikbarende. Hey, we hoeven niet verder te zoeken hoor. Kijk maar. Wat zie je dan? Koekeloeriko, dat is diezelfde zeeman die vanmiddag tussen het publiek stond. Sapper de flop in de flop, zeg. Nou ja. Hij speelt met Judy. Ja, even raden voor zo'n nieuwe zeebonk. Ja, mogen wij misschien ook eventjes ingelicht worden? Ja, wij weten wel hoor, dat jullie mij zien als van de totaal overbodige. Nou ja, kluk. Ja, nou ja, kluk. Mogen wij misschien ook even door de vensterglas kijken? Ja. Wat zijn dat, kleurentelevisie? Ja, het is een kinderprogramma met een pop. Leuk. Ja, bossies, hè? Weet je wat dat zijn? Dat zijn die zeemanszalden. En die zitten binnen met jouw spreekbuikpop. Geweeg. Ja. Ik hoor iemand. Weg, weg. Publiek, zullen we optreden? Nee, zeg vandaag niet. Sa, wegwezen. Oh, wat zijn ons popgorden? Dat weten we, kluk, als het afgelopen is. Ja, ik ga terug en ik wil jullie... Nee, later.
Dan wordt het druk. Dan komen er nog meer zeemannetjes. Ja, het zit hier vol. Met ons zit in een val. We kunnen niet links, we kunnen niet rechts. We gaan overdwars naar beneden. Schiet op, schiet op. Schappen. Wat een troep is het hier. Een beetje opruimen. Tom staat ook in de weg. Op het luik zitten. Ja. Sapperduflapperduflap. Ja, ons zitten weer mooi opgesloten in de scheepskelder, hè? Mogen wij de aanwezige clownsfamilie even hartelijk dank zeggen? Ja, helemaal geen dank, Kukkelku. Want ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil naar boven, naar jullie. Ja. Misschien kunnen we vast een beetje oefenen, hè? Ja, oefenen. Oefenen. Wat oefenen? Geduld, Kukkelku. Mogen wij misschien even weten hoe lang deze oefeningen gaan duren? We zijn namelijk een zeer druk bezet persoon. Sst, dus. Waar kom je nou mee? Met een ketting. Oh, ik heb ook eens een kettingtje gehad, hè. Het was zo'n kettingtje. En er zijn allemaal schakeltjes aan. En er was een hartje. Ja, maar dit is geen gewone ketting. Dit is een hele, hele grote ketting. O ja? Wat zit hier dan aan? In ieder geval geen hartjes, Kukkelku. Er zit een anker aan. En dat ligt tussen. En wat betekent dat in gewone mensen spreektaal? Dat wij gaan varen, Kukkelku. We gaan weg. We verlaten de kust. Waarheen? Onbekende bestemming. En waar ligt dat? Ja, hoe weet je het nou, Kukkelku? Het gaat weer beginnen, hoor. En dat allemaal vanwege die pop. Ze zijn niet gekomen. Er moet iets ergs gebeurd zijn. Oh, omraad! Rekels! Ik kan nou toch niks meer doen. Het is nou toch bijna donker. Gevaar! Overal! Morgen neem ik maatregelen. Reken maar. En jij? Jij helpt! Oh, zo. En je gaat die troepen overhalen. Goedemorgen, zeg allemaal. Oh. Plop, kom. Waar ben ik? Waar we niet moesten zijn. Drie maal raden. Oh, ik weet het alweer. Op een oud schip op de woelige baren. Maar ik wou toch liever dat we bij Mameloe waren. We varen echt, hè? Ja, als we stekelingen op een schip zeg. Ja, dat is een moeilijk vak, hoor. Ja, wat is dat dan precies? Verstekelingen. Verstekelingen? Dat zijn mensen die gratis en voor niks niet met al meevaren. Wat is het? Ja, maar wij wilden toch helemaal niet met ze meevaren? Wij niet. Nee, het is hun schuld. Eigenlijk zouden zij ons moeten betalen, omdat ze ons ontvoerd hebben. Ja, jij kan makkelijk. Oh, luister zeg. Onze Indiaanse gastarbeider komt uit zijn veer. Zeg, zijn de koffie al van de bruine? Koffie? Ja, tonnenvol. Let's go! Wat is de oefening? Zoutwater, Kapitein! Oh, waar is
Kapitein! Wacht in de mand! Ik hoor de man! Kapitein! 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 Hoort u eens even! Hoort u eens even! Wat kom jij hier binnen zwalken? Wat is Ubbede? Ik zat in het wand, kapitein. En toen hoorde ik stem. En die stem die zei, rare zoutwatersnater. Die man die kent jou. Want je bent een rare zoutwatersnater. Nee, maar echt waar, kapitein. Dat zei iemand. En er was niemand. Kapitein, kapitein. Udeba. Wat heeft dat te betekenen? Kapitein, ik wil alleen maar wat rapporteren. Ik zag iets wits over vliegen. Nooit van meeuwen gehoord, bootsman. Met permissie, kapitein, maar dit was geen meeuw. Wat was het dan, een spook? Het was ook geen spook, want het sloeg ontzettend smerige taal uit. Dan was het een smerig spook. Kapitein, kom eens kijken, er zit iets in de mast. Nou loopt het uit de klauw. Ik kom! Waarom? Ik zie helemaal niks. Geen andere uitgang. Alles van de pot dichten. Wat doen we nou? Nee, een slimme indiaan. Laten ze niet 1, 2, 3 zomaar opsluiten. Wat? Kluk. Weet jij een middel om te ontsnappen? Onthouden dit dan goed, hè? Zijn nooit bezorgd. Zolang Klukje in de buurt zijn. Ontsnappings. Oh, als ze mij daarover gingen vertellen. Ja, Klukje, vertel er maar niet over, hè. Zeg er maar gewoon hoe het moet. Nou, kijk. Ja. Dat zijn betrekkelijk zeer van de eenvoudige. Ah. Kijk. Ons nemen een zaag. Ons zagen een gat in de bodemwand. Ons nemen een schep. Ons graven een tunnel. En ons gaan door de tunnel, 1, 2, floepels, naar de buitens. Floepels, hoe kom je op het idee? Ja, daar moet je kopie van hebben, hè? Ja, en zwemvliezen. Kukkelekuur, kan jij een tunnel graven? Door het water? Water? Ja, hoor eens hier, wij zijn gewend aan ontsnappings op onbebouwde zandgronden. Uiteindelijk, wij zijn een landindiaan. Dan wachten jullie maar dat er een zee-indiaan voorbij komt. Hey, hoi, kletskop. Potsje snater. Dit nu is niet mogelijk. Alles kan. Maar wacht eens even. Ik ken jou van het circus. Van Pipo. Waar is Pipo? Wacht eens even. Hoe kom jij hier? Mamalu stuurt me. Zoek Pipo, zei ze. Zoek Pipo. Pipo, jouw baas is hier op mijn schip. Mogen alle oceanen van de wereld mij in één golfslag omverspoelen als ik daar iets van begrijp. Pipo, waar is Pipo? Wacht eens even. Pipo, hier. Aan boord van mij. Kletskop. Alarm. 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 Clown aan boord. Alarm. Clown aan boord. Alarm. Alarm. Clown aan boord. Dat lawaai op het dek. Ja. Die schimsbonken zitten meestal niet stil. Hé, en wat? Au. Schrik met een rode neus, zeg. Kluk, wat doe je? Nou, wij zoeken iets van de eetbare. Nou, jij zo dom waren om Mamalu thuis te laten, moeten we onszelf voor de inwendige apen zorgen. En, Kluk, heb je wat gevonden? Ja, 2 kisten met kopspijkers. Oh. Eet smakelijk. Pico, daar komen ze. Zo, clown. Kom jij maar eens tevoorschijn. Je gevederde vriend heeft je verraden. Oh, schappende vlam. Nou ja, dan volg nu
een zeer speciale zoutzeewatervoorstelling van Pipo. En Blom. Luister, de voorstelling kost niks gratis en is voor iemand al. Het gaat. Ossie, possie, ze vergeten de mij. Oh ja, in dit geval storen we niet zo heel erg. En enkele maal zijn men niet van de beledigde. Hoe geeft publiek, let op. U zult u zien wat u nooit hebt gezien. Neem op, kijk met je grote kijkogen de voorstelling in direct en aanvang. Een grote kunst. Hé, ophouden. Oh, brutale landkrab. Dit is een schip, geen circus. Hey, mijn broer is wel een clown. Wat heeft dat ermee te maken? Wat ben jij, olie dom? Clowns die moeten toch optreden, dat is bekend. Kapitein Oliedom. Bugepu, ik ben hier de baas. Let op, als het schip is weer wiegel, zal ik jullie een grote kunst laten zien. Let op, het gaat gebeuren. Nee, kijk goed met die kijk over. Juist, een ballon. En dit is geen gewone ballon. Dit is een ballon die kan niet klappen. Dat zal ik u laten zien. Dat zal ik u laten. Houdt u eens even vast. Oh, houdt u even vast alsjeblieft. Oh, ja. Oh, nee, ik heb nog niet eens. Ik heb iets anders voor u. Wat heb ik nog meer? Ik heb hier een hoed. En onder mijn hoed bevindt zich een haan en twee kippen. En die haan doet zich niet bubbelen. Nee, die haan doet zich niet. Maar ik dacht toch dat die pop... Laat het denken maar aan mij over. Waarom? Wel drie dubbel overgehaalde hamerhaaien. Wel... Hey, geen ruwe taal alstublieft. Ik droom. Een duivelse droom speelt mijn part. Het is een grof schandaal dat u mij ontvoerd hebt. Daar krijgt u last mee. Jij praat echt. Goed, dat is geweldig. Oh, wat zal ze blij zijn, mijn Elsa Labedonia. Labedonia? Elsa Labedonia, dat is mijn vrouw. En ze zal blij zijn als ik je aan haar geef. Geef? Geef? Ik ben niet te geef. Ik ben al van iemand. Van wie dan wel? Van mij natuurlijk, van mijn zeerobbers. Wat, jij? Ik heb me weer vergist. Dank u. Hoe gauw zou het zien, volkje? Pipo heeft het graag gedaan. Maar ik wens geen beloning van u, hoor. En ik wens geen bedankje. Het enige wat ik graag zou willen, is dat jullie met de grote boog terug zouden willen varen naar huis toe, hè. Want Pipo zegt maar zo, oost-west, thuisbest dus. Op naar het land, naar Mameloe toe. Aan het werk, jullie allemaal. Ja. Dat was een leuke mop van je, clown. Ja. Alleen, het is kapiteins Labadoes gewoonte niet om tweemaal op dezelfde plaats terug te keren. Oh nee, nou dus dat Pipo het eenmaal aan hem gaan vragen, hè. Neem me niet kwalijk. Tot ziens, heren. Adeba. Los jij iemand aan het roer even aan. Geef hem eens. Ach, waarom vecht ik er ook eigenlijk om? Alles wat hier aan boord is, behoort vanzelfsprekend aan mij. Oh, en ik dan? Jij ook. Want jij bent stiekem hier aan boord gekomen. Jij bent een verstekeling. Ik? Nee. Ik ben geen verstekeling. Goeiedag. Dag. Ga je weg of een beetje boetjes? Jullie is weg. Dat heeft Pipo natuurlijk gedaan. Pipo, wacht op me. Ik moet je toch helpen. Met dit volk aan boord wordt mijn schuit een kermistroep. Met die glans loopt alles uit de hand. Mannen, grijp ze, die onverlaten. Alleen, grijp de maters. Schip in zicht. Huh? Schip in zicht.
Een schip in zicht! Eindelijk ben ik aan de winkel! Alle in zicht! Kapitein, wat schip is in handen van indringers? Wat? Alle in zijn dek! Alle in zijn dek! Bestorm de brug! Oh, oh, daar komen ze! Ik hou ze wel tegen die lastpakken. Dat kan ik! Anne! Bestorm de brug! Anne! Pipo, hoor. Ik heb ze verslagen, hoor. Ik kon het. Nou, gelukkig. Maar ze zullen niet gauw opgeven, hè? Want het land is nog te ver. Wat doen we dan? Ja, wat doen we? Kijk daar eens. Nog een schip. En daar gaan we naartoe. Vooruit. Met volle kracht. Linksom vooruit. Pipo, wat geweldig. Zullen we ze met de boordslang uit de stuurrit spuiten? Vooruit, mannen! Stop, halt! Wat dan, kapitein? Laat af, ongepeld zeeslang, hé. Kijk! Waar, kapitein? Waar brengt die clown ons naartoe? Naar die coaster. En waar moeten wij naartoe? Naar die rijk beladen coaster. Juist. Die clown, die brengt ons waar we weten moeten. Hij speelt ons precies in de kaart. Die clown is medewerker geworden van kapitein Labadoe. Schrik der zeven zeeën. Wat brallend, wat bruisend goed. Wat er ook gebeurt, Klukje zit er nimmer stil, hoor. Nee, Pipo die kan mij nog veel meer vertellen over zeewaters en zo. Nee, Klukje zal zelf de zeebodem wel eens even gaan onderzoeken. Dus dat is dan afgesproken? Terwijl ik weg ben, past u op onze wagens. Reken maar, dat is oké. Okay. En u zorgt voor de ezel en voor Foefie. Foefie, die witte kraai? Ja, zuster! Oké, had u maar rustig op reis, juffrouw. Fijn, heel hartelijk dank. Ja, ik hoop weer zo gauw mogelijk terug te zijn. Waar ga je naartoe? Ik ga vliegen. Kan jij vliegen? Reken maar. Oh, Foefie, wacht eens eventjes. En jij gaat nog eventjes naar Pipo kijken waar die precies is. Wat? Alweer ik? Zal wel zien. Ja, denk erom hoor. Ik zie jou op het vliegveld. Meneer, nog heel hartelijk bedankt. Tot ziens. Hiddes, doe die deur eens open. Allemachtig, dat is een mooi scheepje, Hiddes. Dat moest mijn zoontje zien, die heeft zo'n plaatjesverzameling van oude schepen. Dat lijkt wel zo'n schuit als zeerovers vroeger gebruikt. Zeerovers? Die bestaan gelukkig niet meer. Wat is dat nou? Wat, kapitein? Dan mag je toch een staart krijgen? Wanneer? Ik bedoel, hoezo, kapitein? Ja, kijk eens. Waar zo, kapitein? Daar op die brug, wat daar staat. Wat? Er staat. Dat is een clown. Je hebt dat ooit gezien. Dat is zeker een carnavalsfeestje of iets ergens. Wacht eens eventjes. Hij zwaait, die clown. Hij zwaait hierheen. Een clown op een oud zeilschip. Dat is toch wel verduveld raar, joh. Maar wat zou die willen? Als hij wat wil. We hebben de wind en het lot mee. We gaan die koopvaarder prijs maken zonder enige slag of stoot. Zonder wapengekletter. Hoe dan, kapitein? Hoe dan, kapitein? Dat zou jullie kunnen begrijpen als je net als ik over een beetje gezond verstand beschikte. Wie staat er bij ons aan het roer? Die clowntjes, kapitein. Moeten we die toch niet eerst naar de stuurhut spuiten, kapitein? Nee, zoon van een zeekoe. Dat is nou juist de grote truc. Die clown wil naar het schip. Wij ook. Maar verder lopen onze belangen mijlen ver uiteen. Want wie zal er ooit argwaan krijgen tegen een schip met een clown uit het stuur? Ik denk niemand, kapitein. Juist. Ze zullen ons vlakbij laten komen. Kapitein, u laat ze toch niet ontsnappen? Kan me niet schelen.
pop. Die pop, die moet ik hebben. Oppassen. Onraad. Is er onraad? Ja. Nou, dat klopt voor ons in ieder geval niet, hè. Ja, misschien voor Klukluk. Die zit nog beneden opgesloten in het ruim, hè. Zit Kukkelekuun nog beneden in het ruim? Ja. Nou, dan ga ik hem meteen halen. Kun je Lukkelekuun? Ik kom. Ik ga. Ja, zeg maar bezoek dat ze jou ook niet te pakken nemen, hè. Want dan sta ik helemaal alleen. Kapitein Pipo. Ja? Op matroos Plom kunt u rekenen. Ahoy. Ahoy, ja. Zeg, Hiddes, dat is inderdaad echt helemaal een clown. Onze lieve heer heeft toch wel vreemde kostgangers. Ik kan hem nou bijna met het blote oog onderscheiden. Zeg, kijk, hij zwaait weer. Zeg, Hiddes, er is wat vreemds aan de hand. Ik geloof erachter dat die lui langs zij willen komen. Misschien willen je een voorstelling geven? Een soort met showboot? Zeg, roerganger, geef eens een paar streken stuurboord, alsjeblieft. Wie zijn daar? Hé, veertjes omhoog. Anders schiet ik met je plat. Nee, niet doen. Ik ben het Plom. Nou, dan ben je zonder Plom. Ga zitten, gezellig. Wat doe jij nou? Toch gewoon, hè. Gevangen zitten, hè. Dat komt er uitstekend uit, want ik kom je bevrijden. Nou, ben je blij, hè? En nou ga je roepen hieps en hoera. En... Hé, doe nou. Hieps en hoera, hè. Hoewel, wij vinden het hier niet van de akelig, hoor. Vind jij het niet van de akelige? Nee. Nou, ik wel hoor. Ik vind het hier precies een muizel. Nee, het is zeer van de interessantere. Trouwens, wij hebben al van alles al gevonden. Heb je iets gevonden, Klukkelijk? Dingen? Laat zien. Wij hebben onder andere gevonden... Wat is dat? Dat zijn een portretschilderij van een zeer dun persoon. Laat zien, Klukkelijk. Laat zien. Nou, vooruit, omdat jij het bent. Nou, één. Twee. Roep eens. Wat is die mager? Staat die clown dan nou toch te molen, Wieke Hiddes? Hij maakt grapjes. Dat doen zulke lui altijd. Het is hun vak. Hé, hey, clown! Hallo! Hou jij een beetje in, Hiddes? Ik vind het een rare schuit. Moet je die bemanning zien? Ja, ze zijn gekleed als ouderwets zeevolk. Nou, voor mij is het een onguur stelletje. Op het land daar maakt men ruzie, vecht men hard om geld en bloed. Maar op zee is het altijd vrede. Joho, joho, wat zijn we goed. Joho, joho, wat zijn we goed. Zuiver zijn wij als het water, blij in heb en tegenspoed. Helpen doen wij steeds elkander. Joho, joho, wat zijn we weer goed. Joho, joho, wat zijn we weer goed. De zeeman is een kerel die geen vliegje ooit iets doet. Nimmer zegt hij vieze woorden. Joho, joho, wat ben ik goed. Joho, joho, wat ben ik goed. Was door storm en regen vlagen, renden wij elkaar met spoed. Nooit hoeft men daarom te vragen. We moesten die man van dat portretje opzoeken. En dan moesten we hem flink te eten geven, zodat hij weer wangen krijgt. Ja, dan dat de kaakvlees heeft ook wel even bijgevuld worden, hè? We gaan hem helemaal verwennen, tot hij weer een hele bolle toet heeft. Ja, dat... Alleen, waar vinden ons deze dunne persoon? Pipo. Pipo, wat nou Pipo? Pipo, broer, die weet toch altijd alles? We gaan het hem vragen. Kom mee. Dag meneer. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg meneertje, moet u toevallig die kant uit? Zou u er een stukje met u mee kunnen varen? Ik moet namelijk naar mijn loep toe. Pipo, ons hebben wat gevonden. Hoor eens. Dit is mijn vriendje Klukkeluk. Ja, hij is niet gevaarlijk hoor. Oh, dus dit schip en die mensen hier die horen bij jou. Klukkeluk, ik ben even bezig met praten met meneer. Dat is in orde, wij kunnen met u meevaren, meneer. Ja, dat zal wel gaan. Ja, zeg maar, wat is dat? Oh, dat zijn toevallig een hele
aardige fotoportret van een hongerige persoon. Oh. Sapper is een flopje. Bossie, bossie. Nou, ons treffen het wel een keer, hè? Pipo, wat doen die meneer voor een spelletje? Mag ik meedoen? Ja, oh, nee, nee, ja. Of je zou zeeroofd te willen worden, zeg. Beetje in de wand daar, hè? Ja. Het worden nu toch de hoogste tijd dat Pees even de handen uit jouw mouwen gaan steken. Ja, maar kluk, mijn mouwen zijn zo lang, kluk. Nee, kluk, wij doen niks. Wij wachten af, niks doen. Yes. Nou, het is goed dat je mij tegenhoudt. Want je weet, als wij ook eenmaal losbarsten, nou, dan zijn het pas goed de boot aan, hoor. Hey, ja, maar ik doe dat! Piraterij! Je moest je schamen, jij! Hey, waar is die pop? Grijp je pop! Waar was nou die pop? Die pop! Oh, nou. Ja, als je wel zou hebben gezegd. Pak dat nou, mannen! Kom op, ja, pak dat! Nou, mannen! Ja, grijpen! Ja, doe nou! En nou ineens, ja, nee! Oh. Ja. Hoppensietje. Oh, dat is ze. Daar kom je aan. Pipo, kluk. Kom maar door, ik hoop. Zo. Compliment, hoor. Heel erg aardig gedaan. Want wij dachten nog, nou, we zullen zich dit keer eens niet mee bemoeien. Kijken hoe de clownsfamilie dit zelf kunnen redden. Kluk, het ging leuk. Ja, ik pak ze hem. En toen deed ik... Nee, help je. Ik weet nu wat wij gaan doen. Ja. Wat knap. Hé, Pipo broer, wat dan? Wij hebben het belangrijkste in handen. Ja, natuurlijk de wij. Wij zijn altijd van de belangrijke geweest, hè? Kijk, als kind zijn ik al, bedoel hem, kluk. Ja, hem. Hem? Wie hem? Hij! Ik ben lekker de belangrijkste. Kapitein, het hele ruim zit vol! Kapitein, we hebben het hele schip leeggehaald. Leeggehaald? Ja. Zeg maar rustig leeg roofd, zo van de platvissen. Wij zijn de laatste en de beste zeerovers. Kunnen we die scheider laten gaan, kapitein? Oh, laat hem maar rustig drijven, die lege doos. Waar is die pop? Pop, ik heb hem niet. 1000 zeekakkelommers in een harington. Waar is een drijfnagel en boterhoofd? Boterhoofd heeft een buil op zijn hoofd, ja, kapitein. En die ander was drijfnat, kapitein. Maar ze zijn er toch achterna gegaan? Ja, maar kapitein, dat clownsvrouwtje was watervlug. Hades, nou, en toen zei... Kapitein, kijk, ze heeft hem nog. Kapitein, wat? Die pop? Bij alle onderzeese zeeschatten. Ik moet die pop hebben. Mannen, bestorm weer het schip en verover die pop. Maar dat kan niet meer, kapitein. Huh? Kijk maar. Die clown heeft de bemanning verlost. Die pop. Ik moet die pop hebben. Jullie is voorbij. Kapitein Lappenkoe, wil jij die pop zo graag hebben? Ja, geef weer die pop. We zullen ruilen, gelijk oversteken. Voor wat noem je prijs? Voor de gestolen lading van dit schip. Oh, dat is niet eerlijk. Die heb ik net eerlijk gekaapt. Noem iets anders. Nee. Goed. Pikkel haar de landkrap. Er zit niets anders op. Ik moet die pop hebben. Die is maar alles gerold. Die clown en zijn zus en die indiaan ruilen voor onze lading. Met die pop, ja. Die mensen hebben er eigen opgeofferd. Ja. Nou, dat noem ik mooi. Maak je niet meer mee vandaag. Hij voelde zich schuldig, die clown. Omdat hij ons niet gewaarschuwd had voor die piraten. Ja, maar dat wist hij zelf niet. Ja. Toch niet? Nou, zitten ze daar weer op dat piratenschip. Vrijwillig. Nou, dan neem ik mijn petje vooraf. Ik ook, kapitein. Maar toch is er één levensgroot raadsel. Ja, dat weet ik. Waarom is die rauwe hap van een zeeroverskapitein zo dol met die pop? Nogal eigenaardig. Een zeeman met een pop is toch gewoon niet gewoon? Jullie zullen je wel afvragen. Wat moet een rauwe zeeponk als ik... Toch nog steeds de schrik der zeven zeeën. Wat moet hij met een poppetje? Ja, waarom? Ja. Daarom.
Kijk. Oh. Kijk nou eens. Dat is een mooie kiekpatrit, zeg. Frisse verschijning, hè? Dat is precies jullie. Dat is mijn zoon. Mijn lieve Taco. Ja, zullen wij eens wat zeggen? Ja, dat ontdekken wij net, hè? Dat deze jongen en deze pop zijn allebei een beetje voorzien van dezelfde aangelaatsel. Zeg, kapitein. Waarom wil je nou die pop hebben als je zelf een zoontje hebt die sprekend erop lijkt? Omdat mijn Taco, die is verdwenen. Die is weg. Die is nergens meer te vinden. Nergens meer te vinden? Hoe kan dat nou? Was jij niet aardig voor je kind? Natuurlijk was ik aardig voor hem. Mijn enige zoon. Maar nou is hij weg. En mijn lieve Elsa Labadonia. Mijn vrouw. Het is een goed wijf. Oh, dat geloof ik. Het is echt een goed wijf. Helder en zindelijk. En koken kan ze ook nog. Maar daar gaat het niet om. Het is... En daarom moeten jullie mee naar mijn eiland. Het eiland van toen. Zo, waar is je flapper? Poco, Morico. Poxie, poxie. Net op tijd. Gaat dit vliegtuig naar de doodstille Zuidzee? Ja, die kant moeten we wel ongeveer op. Waar moeten we precies naartoe? Bij Pipo. Pipo, dat vliegveld ken ik. Pipo is geen vliegveld. Pipo is mijn man, ziet u. Hoe ziet hij eruit? Nou, gewoon een rode neus. O jee. Wat nou, o jee? Nou ja, rode neus, dat is niet mooi. Bij Pipo wel, hoor. Hij is een clown, ziet u. Stapt u nog in of niet? Ja, maar u moet me vast wel beloven dat we naar Pipo gaan, hè? We zullen ons best doen. Stapt u maar in. Daar is Foefie! Foefie? Van toen. Eiland van toen? Nou ja, nooit van gehoord. We zullen wel zien, komt u maar. Oh, pardon. Ah, dat is mijn eiland. Mijn grond. Het eiland van toen. Parel van de doodstille Zuidzee. Die blok steen met die sprieten groen voor in die zandbak. Heb je daar zo naar verlangd? Bij zeerovers wonen? Dat willen we niet, hè? We zullen zien. Het is toch niet zo'n gek idee? Nee, hoor. Je bent voor mij. Nou, zoon van een beroemd kapitein. Dat is ook wel aanlokkelijk. Is het nou afgelopen? Is het jouw stem of de mijne? Ja. Die daar zo staat te wapperen, zo, hè? Zijn dat per ongeluk uw Labadoedame? Mijn Labadonia wacht niet op de kade. Mijn Labadonia wacht deftig en plechtig op mij in onze villa op het land. Oh, dus je zijn niet zo heel erg van de hunkerige. Zee, wacht eens even. Heeft die Labokoe van jou toevallig een van het lichte blonde haar? Nee. Nee. Heeft ze van die krulletjes? Nee, nee. Heeft ze misschien nou zo'n jurk van... Laat de mens toch eens even... Zeg, Pipo. Ja. Weet je wie waar ze op lijken? Ja, 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 zeker. Ja, weet je wie dat zijn? Ja, gelukkig. Dat is Mama Lou. Ja, zeg, het is niet te geloven. Mama Lou. Nou, zeg, dan schiet me even gewoon lekker op. Ja, hè? Schiet me op. Ja, wat ik doe? Nou, gewoon even lekker opknappen. Veer opkammen en zo. Ja, ja, zeg. Is het nou mogelijk? Ik Pipo zit denken of begrijp je niks meer. Geef hier die pop. Ja, Mama Lou. Nou, Mama Lou. Oh,
ja, Babbeloe, ik kan mijn eigen grote echte kijkogen niet geloven. Hoe wist je nou dat ik hier was, Babbeloe? Hoe kom je nou hier? We gaan het lopen eiland. Ik was er zo ongerust, hè. Nou ja, en toen dacht ik, ik moet hem achterna. En op het vliegveld wist ik dat jullie hier naartoe waren. Ik ga vliegen, Pipo. Nou, vergeet dat maar, Plop. Want er landen hier geen vliegtuigen op dit kleine eilandje. Daar moest er nog bij komen. Het is hier lekker onbekend. Meneertje Labbekoek. Als Mameloe het woord is, moet jij even je mond houden. Ja. Ga verder, Mameloe. Oh, Pipo, de rest is niks bijzonders. Oh. Nou, dat vliegtuig dat landde op een groot eiland hier in de buurt. Ja. En toen ben ik overgestapt op een klein vissersboot. Op een klein vissersboot? Hallo. En niemand gaat er weg. Ik heb jullie tenslotte niet voor niets gevangen genomen. Wat? Zo, jongen hier, pak aan. Gevangen? Pipo, zijn jullie de gevangenen van die meneer? Maar Mameloe, een clown is niet te vangen. Wel, nee. Meneer, die overdrijft een beetje, hè? Meneer Zoutzeehoofd. Ja, meneer is ook een verschrikkelijke zielepiet. Oh, maar is het dat soort? Ja, dat soort is het. Die zijn anders wel het ergste. Ja, Mameloe. Dat is waar, want hij wil jullie hebben. Klim erin. We blijven allemaal bij elkaar. Ja, zeg, maar over... Klim erin, allemaal. Ja, ik hoor hem wel rustig aan nog. We hebben toch de tijd, meneertje. Zeg, waar is Klukkluk eigenlijk gebleven? Klukkluk? Ja. Wat zeg je? Wat is het hier vergeten? Kom. Klukkluk is er nog op de boot. O ja, dan gaan we halen vlucht. Kom, Klukkluk. Klukkluk, we zijn er. Kom. Dank u wel. Zeg maar, Mameloe. Ja, Pipo. Hoe lang ben jij eigenlijk al op dit eiland? Voor 3 dagen pas, Pipo. Maar er gebeuren hier eigenaardige dingen. O ja. Eigenaardige dingen? Wat voor eigenaardige dingen? Oh, niets. Belletje later wel, Pipo. Goed hoor. Ziezo, rij je maar met de jeepse kijk. Ja, maar waar is Klukkluk nou? Waar is Klukkluk? Klukkluk, ik heb hem geschud, aan zijn veertje getrokken. Niet wakker te krijgen. Oh, nou ja, een echte zoutwaterzeematroon zal hij toch nooit worden. De beste verstekeling die ik ooit gehad heb. Zelfs als we in de haven liggen, blijft hij nog aan boord. Nou, vooruit jongen, zoon van een slak. Hup, met die rammeltas. Jij een slak? Dit, kijk, is het allerbelangrijkste. Ha. Is het nou niet precies, hè? Taco, huh? Onze Taco. Nee, dat is jullie. Oh, Labbedo, hoe heb je dat nou kunnen doen? Maar vind je het niet geweldig, Labbedonia? Ik weet niet of ik lachen moet of huilen. Nou, mevrouwtje de piratendame, als Pipo het zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen, lach. Lachen? Ja. Ik weet het niet, meneer Popie. Mijn zoon is verdwenen en ik mis hem zo verschrikkelijk. En wat brengt Labbedoe mee van deze reis? Niet mijn zoon, maar deze stomme pop. Stomme pop? Alles goed en wel, maar we moeten hier niet beledigend worden. Schreeuw je nou zo? Ze sliep net zo vast. Oh, mijn kind. Meisje, als je eens wist hoe die pop lijkt op een verdwenen zoontje, nou, dan zou jij er geen grapjes over maken. Tante Lap, ik maak helemaal geen grapjes. Nou. Ik weet best dat u van Taco houdt. Maar ik heb het precies hetzelfde. Ik hou van jullie. En jullie? Ja, moe. Het gezicht. En dat haar. Het is bijna net eender. Ja, maar het was ook juist de bedoeling, mevrouwtje Labbedingetje. Ja, het was de bedoeling dat u van die pop een beetje zou opfleuren. Nou, dat dacht ik zelf ook. Ja. Dat ik er een beetje van zou opfleuren, maar nou moet ik de hele dag aan hem denken. Ach, ja. Nou, maar dat begrijp Pipo best, hoor. Hij had het zo naar zijn zin. Zeg,
Jo, Babaloe, ook aan de wandel. Hé, hey, Pipo, je ziet dat ik iets ontdekt heb, hè? Ja, dat zie ik. Wie is dat, Babaloe? Pipo, mag ik je even voorstellen? Ja. Dit is Talita, een vriendinnetje van Taco. Oh, Talita. Dag, Talita. Ik ben Pipo de Clown. Aangenaam. Dag, Clown. Pipo, weet jij wat Talita zegt over mevrouw Labedonia? Nee. Zeg het eens. Zij liegen of het staat gedrukt. Oeh, maar Talita, zulke gekke dingen kun je toch niet zeggen over iemand? Maar het is waar, zij liegen. Ze zegt dat Taco het niet naar zijn zin had bij de Labedoezen. Niet naar zijn zin? Bij zijn eigen vader en moeder niet? Omdat zijn vader zeerover is. Oeh, schappen de floppen, dat verandert de zaak. Dan kan Taco dus vrijwillig zijn verdwenen. Ja, maar waar naartoe? Dat weet ik niet, eilanden zijn zo groot. Misschien gaat er een windvang. Naar wat? Windvang? Kapitein, ik hoorde er net iemand zeggen. Wie die anderen ook zijn. Kan alleen maar uit jouw mond komen. Zoon van een landkrab. Ja, maar kapitein, het is belangrijk. Als het dan zo belangrijk is, schreeuw niet zo. Moet iedereen het horen. Kapitein. Het gaat namelijk om Pipo. Hij wat? Het is kan niet hier. Maar je was ja, wat valt er dan te lachen? Ik griebel zo. Ja, maar ik wat? Hou op. We gaan erop af. Hou op. We gaan erop af. Dat zijn allemaal overgehaalde landkrabbabbels, witte garnaal. Wat bedoelt u? Natuurlijk hebben wij overal naar mijn zoon gezocht, begrijp je dat? Ja, begrijp je dat? Hou je mond, Udebe. Jij denkt nooit. Nee. Dus u heeft overal gezocht? Ja, overal heb ik gezocht, overal. Overal, overal. Ik heb overal gezocht. Nou ja, behalve op die ene plek. Maar dat was niet nodig. Oh, die plek die windvang heet. Ja, zo heet dat. Een bijzonder onguur stukje van het eiland. Geen levend wezen komt daar ooit. Laat staan mijn zoon Taco van 10 jaar. Oh, maar waarom niet? Zitten er soms gevaarlijke beesten of zo? Nee, dat stuk eiland is behekst. Ik ben mijn poppenkind kwijt. Oh, dat is heel erg. Ha, het komt wel weer voor elkaar, hoor. Is het van jou? Mijn uitvinding. Mooi, hè? Ja. Kan je op een afstand iemand laten schommelen. Het is jammer dat er niemand is. Hé, hey, wacht, kijk. Wie is dat? Dat is Heertje Madumapi. Hij is professor. Hij komt hier veel. Een professor is geleerd, hè? Hij studeert op oude tekens. Is een beetje saai, weet je. Talita, hij gaat in de stoel zitten. Zullen we hem... Madumapi? Ik durf niet. Hij is zo'n groot mens. Dat is het leukste juist. Ik doe het wel. Kom. Oh, meneer. Spijt me, hoor. Ja, ja. Heeft u een oud knietje? Maar doet het pijn? Trek het je niet aan, kind. Het is geweldig. Dat ik u niet tuimelen? Zal ik het nog een keer doen? Nee, nee, nee. Dit hier. Heeft hij wat leuks? Kom eens. Ik ben professor. Ik bestudeer de geschiedenis van dit eiland. Mijn voorouders lieten vele raadselen na. Raadseltjes, wat leuk. Waar zijn ze? Die tekens op deze steen, die zijn eeuwen oud. Eeuwen oud. Het zijn eeuwenoude raadseltjes. Spannend, zeg. Jaren heb ik ze bestudeerd, maar nu... Nu heb ik het opgelost. Jee. Dankzij jou. Door mij? Ja. We lieten nu alleen maar een beetje schommelen. En ik schommelde mee. En dat was het geheim, snap je? Mij?
Indiaanse tekens lees je niet van links naar rechts. Maar van ver naar dichtbij. Van ver naar dichtbij. Van ver naar dichtbij. Dat was het geheim. Weet jij wat hier staat? Ik ben toch geen professor? Hier staat, weg naar geheim, eerst naar Grootfontein. Het is een geheim? Ja. Kom mee. Waar naartoe? Naar Pipo broer natuurlijk. Pipo? Ja, die weet raad op alle geheimen. Nou ja, goed dan maar. Ten slotte heb jij de wetenschap enorm stuk vooruit geholpen. Professor, je tas. Dankjewel, meisje. Dag, Talita. Maar gaan we nou echt wel de goede kant uit? Naar de Grootfontein. Ja, ja, dit is de weg. En zou Taco zich daar te moeilijk hebben? Nee, daar zijn we nieuwe tekens. Tekens die nog nooit ontcijferd werden. Maar nu weet ik de manier. Dankzij ik. Maar we hebben geen schommelstoel bij ons. Oh, dat geeft nog niet. Ik heb ook zeker mijn tekenhoofd. Als ik het goed begrijp, gaan we dus nu van teken tot teken. Ja, het is net spoorzoeken. Daar is de grot al. Ja, dit zijn ze weer. Help eens een handje. Schommelen, Pipo. Oh, schommelen. Nou. Wat een vreemde tekens. Nou. Kunt u die nou echt lezen? Te leven. Stop. Stop. Ja. Ja, ja, Pipo. Van voor naar achter. Wat ziet u wel? Hou eens wat scheef. Oh, meneer moet scheef. Caramba. Wat, staat er caramba? Nee, dat staat er niet. Oh, er staat, ga over stenen slurf. Zo. Nou, meneertje de puzzelaar, waar is nou de weg naar die slurfbrug? Die kant uit. Maar ik ga niet verder mee. Wat zegt u nou? Maar we kunnen u niet missen, hoor. Nou, meneertje, het is voor een goed doel voor Taco. Ja, en voor jullie? Eerlijk, beste mensen, ik ben niet zo gauw bang. Maar over de stenen slurf, daar ga ik niet. Doe nou. Dan krijgt u een kaart om in alle circus van de hele wereld te kunnen komen. Luister toch eens eventjes. Wij kunnen die rare kriebeltekentjes toch niet lezen? Het spijt me, zoek het zelf maar uit. Maar over de stenen slurf, daar ga ik niet. Dat is me te griezelig. Ajo. Ajo. Ajo, bedoel ik. Nou ja. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Gewoon weg. Ja. En ik heb hem nog wel zo geholpen met zijn schommeltekens. Pipo. Ja, wat nu? Pipo, laat zich zo niet afschrikken, hoor. Al die griezelverhaaltjes. Griezels bestaan helemaal niet. Ja. Of wel? Tel maar uit op je knopen. Kom mee. Wel. Nee. Ha, wel nee. Gebeuren, hè? Hoge dames, opgelet. En hierachter ligt het verboden gebied. Ja. Ik vind het toch wel griezelig, hoor. Ja, en we weten straks, Mamalou, of dit belangrijk is voor ons grote avontuur. Daar gaat ie.
toch helemaal verlaten? Ja, lijkt me. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Volk! Circusvolk! Dag mevrouw, bent u soms een heks? Heks Hammetee. Ik had me een heks altijd heel anders voorgesteld. Weet u wat ik op mijn bolletje heb? Nee. Een waterproef denkhoofd. U zult ervan opkijken. Wat bedoelt u ermee? Nou, dit zal ik u vertellen, mevrouwtje. Weet ook niet meer bedoel. Ik ben niet de halve wereldbol rondgegaan. Ik heb allerlei kronkelweggetjes afgelegd. En weet u waarvoor? Om iets te gaan zoeken. Nou ja, dat vind ik aardig brutaal, want hier durft anders niemand te komen. Juist. Het is dus een geweldige plek om iets te verbergen. Iets of iemand. Ik denk dat ik jou ga omtoveren in een roze konijn. Of in een draaitop. Een draaitop? Weet u wie er draait, mevrouwtje? U draait, jij zeker. U houdt u van de domme. Ik zal u vertellen waarom. Bel. Piepo! Hé, wat is dat voor gefluister? Ga nou maar weg, ik verberg hier niks. Circus! Circus! Kom tot zien! Kom, één, twee, daar gaan we, kom tot zien! Circus had je zo gezegd om binnen te blijven, je mag je nooit vertonen. En wie ben jij? Ik ben Takko. Juist. Nou, vraag dat maar niet. Kijk. Ah, mevrouwtje Labberding voelt zich een beetje belabberd. Ah, zal ik wat voor u doen om u op te vrolijken? Een beetje schommelen? Als je blij bent, dan wil je het laten horen. Dat jullie. Stilte, hier volgt de mededeling namens ons hele reisgezelschap. Zeg het niet, Paljas. Zeg niet dat jij een windvang geweest bent, want dat kan niet. Dat is onmogelijk, daar komt niemand levend vandaan. Want windvang, dat is... Attentie, opgelet. Uw zoontje, Takko. Wat? Takko? Allemaal de groeten van Takko. Hij maakt het best. Takko? Onbegrijpelijk. Ja. Waarom zou Takko hebben weg willen lopen bij ons? Was ik niet altijd ontzettend lief voor hem? Heb ik hem niet altijd van alles gegeven? Oh, maar soms is dat niet genoeg. Mocht hij toevallig wel eens een keertje naar het circus? Deed u wel eens spelletjes met hem? Knikkeren, touwtjes springen? Ik bracht altijd cadeautjes voor hem mee. Nu zijn we er. Als jij alles voor je zoontje over hebt, moet je dat laten. Ja, wat moet ik laten? Nou, dat zeeroven. dat is mijn vak. Dat is een mooi vak, zeg. Dingen van mensen afpakken. Ik was eigenlijk al jarenlang tegen dat gezeeroof van je. Het is beneden onze stand. Jij ook al, lapje mijn duifje. En dat vertel je me nu pas. Nou, ik heb dikwijls genoeg in angst gezeten, hoor, dat ze je zouden pakken. Nou, dus, wat doe je? Zeeroven of je kind terug. Mijn Neptunische baard. Ik geef het op. Ik zal niet meer zeeroven. Hoera! Ja. Dan gaan we nu uw kind halen. Ja, kom mee, reisgezelschap. Dag mevrouw Lauw. Kom, het feest. Dankzij die kriebeltekens weten wij nu de weg. Vanuit. Wat goed van je. Oh, wat ben ik goed. Hey, mannen, schiet op. Wakker worden. Hey, uit de bed. Hup, wakker worden. Opschieten. Vanuit. Kapitein, varen we uit. Nee, jullie moeten een kabijtje opknappen hier. Hier, op dit land, kapie, dat is ongewoon. Zeur niet, Udebe. Er is haast bij. Hoe moeten we dat doen? Nou, kijk, die clown die is er vandoor met zijn vrouw en met zijn zusje. Nou moet hij... Udebe. Nee, geen Udebe. Opschieten, vooruit. Hup. Kom. Eduardo. Tjak. Kom. 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 Daar gaan ze. Slim ben ik. Want als mijn eigen manschappen Takko te pakken krijgen, dan hoef ik mijn belofte niet na te komen. Hey, kijk uit!
Dat is Talita, hè? Ja, ja. Talita. De kleine en slimme Talita. Gelijk ik. Laat me los, nare kerel. Nee. Je wou ons verraaien aan die clown, hè? Niet waar. Ik liep gewoon een beetje te wandelen. Verstand heeft, zal je nooit komen. Heb je dat dan, een pitsie gezond verstand? Niet één pitsie, niet twee, maar drie. Maar ik ga niet verder. Maar die kloon die gaat wel door. Hij is getikt, ik niet. Maar joh, de kapitein zou je op laten sluiten. Beter op laten sluiten dan te veranderen in een bok of een zeisie. Jullie zoeken het maar uit. Ik ga naar huis. Eigenlijk ben ik ook een beetje bang. Stelletje helden. Dan moet ik maar alleen. Blijf even wachten. Pas goed op dat meisje, anders praat ze alles nog. Oké. Duw zo op. Geduld is een schone zaak, Takko. Het zal die clown niet meevallen je vader om te praten. Als hij het niet doet, als hij niet wil ophouden met zijn over, dan ga ik niet naar het dorp. Nooit. Rimuntero di viento, timba camaluco. Mucha nan kunta drumi, bakata bingo minam. Sera uomo drumi, pitu bakata bingo minam. Natuurlijk, joh. Niemand anders durft er op mijn gebied te komen. Behalve die clown en zijn vrienden is iedereen doodsbang voor heks Hamethee. Kan u lang uit. Ik ga ze tegemoet. Zou je dat nou wel doen? Wel ja, je zei het vast. Niemand anders durft hier te komen. Tot straks. Dat had hij nou niet moeten doen. Er valt me niks. Hier moeten blijven. Dan had ik rustiger gevoeld. En dus worden jullie van nu af aan allemaal brave kerels. Dat heeft mijn man Labbe Doe me beloofd. Niet waar, Labbe? Ja, lieve, ja, dat heb ik beloofd. Ja. Als die clown onze Takko terugbrengt. Want brengt iemand anders Takko terug, dan hoef ik me niet aan mijn belofte te houden. Dan blijven wij zeerovers. Talita! 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 Slag haast! Snel luister! Ja, is het Talita! Er is verraad zeerover willen voorzijn om Takko te halen. Die opschieten, meneer, mevrouw. Oh, die hollebolle kapitein, dat is een hele slimmerd, hoor. Kom mee, mensen! Waar blijft hij nou? Wat heb ik toch gehoord? Er waait een gure wind. Mijn vrat steekt ook al. Onraad.
voorgevoelens. Ja, joh, even zei er al, hè. Zo, zo, dag, dag mevrouwtje, ham en worst. Ham en thee, zeg. Oh, ja. En waar is... Taco, we komen je halen. Ja, maar waar is die jongen? Wat? Is die jullie niet tegemoet gekomen? Hij is jou tegemoet gegaan. Oh, de zeerovers. Pippa! Pippa, waar ben je? Hebbes. Laat me los. Ik breng je bij naar Pippo toe. Maar dat jok ik natuurlijk. Nou, snel! Hier, snel, wacht dan even. Wat is hier? Wat heb ik? Oh, neem dit mee. Wat is dat voor spul dan? Als je dat op je voeten strooit, kan je heel hard lopen. Oh, daar, dank u zelf. Ik bedoel, dank u wel. Ja, maar niet te veel gebruiken. Kom mee, Pippo. Kom dan niet. Ja. Dag, mevrouw Heks. Blijft u hier nou helemaal alleen achter? Zonder aanspraak? Het beste dan maar. Bommeloe! Ik kom, Pippo. Tot ziens dan. Dag, mevrouw Heks. Ja, dag. Nou ja, ze heeft gelijk. Nu Taco weg is, is het hier wel erg stil. Ik was zo aan hem gewend. Maar het is waar. Zeerovers bestaan al haast niet meer. Heksen raken ook uit de mode. Ketel, ben jij dan bij de hand? Wat is dat? Dat is een heel bekend sjaaltje. De halsdoek van Taco. Ja. Maar hoe halen we ze nou in? Oh, Babbeloe, dat is toch heel makkelijk. We gaan meteen proberen wat die schone heks aan Pippo heeft gegeven. Let op. Wat heb ik hier? Ze heeft gezegd, als je dit op je voeten strooit, dan ga je zo snel als een... Pijl in de boog. Als wat? Pijl in de boog. Als een pijl in de boog, zo is het. Nou, dan gaan we meteen proberen een beetje op een flappen strooien. Pippo, laat maar. Voor jouw schoenen heb je toch zeker wel een emmer nodig? Ja, dat is waar. Pippo, mag ik het doen? Ik ren zo graag. Goed, ga zitten, ren hier. Let op, voetje omhoog. Ja. Kietel het, nog een keer. Andere voet. Laat je over een olieboom bestrooien je bent. Zo, nou, voel je wat? Ja. Nee? Nee. Even voorstellen, Mameloe, Mameloe, geef me eerst een handje. Oh, maak je een buikje. Ja, trekken, Mameloe. Trekken, Mameloe, trekken. Goed, hè? Taco! Taco! Dank u, vriendelijk. Gelukkig, Pippo. Dit is gelukt. Heb jij dat gedaan? Heel knap van je. Zo. Dag, heren. Dag, heren. Bedankt. Ziezo, nu zijn we weer eens van de frisse. De strijd tegen de zeerovers kunnen nu weer gaan beginnen. Ja, laat de avonturen nu maar eens losbarsten. Dan zullen we eens even... Kloontjes en mevrouw uit het noorden. Jullie hebben ons eiland bevrijd van een akelijke plaag. De laatste piraten ter wereld.
Voortaan zal ons eiland niet meer zijn het eiland van toen, dat het eiland van nu. Een gelukkig eiland. Nou, meneertje, we hebben het graag gedaan, hoor. En ik moet zeggen, iedereen heeft geweldig meegeholpen. En vooral onze kleine Talita. Ja, ik vind dat zij een heel groot cadeau heeft verdiend. En onze professor, die mag van Piepo wel een medaille hebben. Ja. Zo is dat. En jullie, wat willen jullie? Wat willen wij? Wat wij willen, dat is terug naar de woonwagen langs allerlei rare kroekelweggetjes, hè. Want er zijn nog zoveel plekjes waar Piepo niet op zijn hoofd heeft gestaan. Maar eerst, feest! Labbedie, labbedoe, labbedonia. Nu Takko weer terug is, ben ik blij, ja, ja. Gelukkig is het zeer over bij, ha, ha. Tralalalalalala, ja! Ja, ja. Vond je het geen mooie ontknoping, labbedoe? Wat een heerlijk feest, hè? Ja, ja. En dat allemaal omdat ik mijn vak heb vaarwel gezegd. Maar ik zeg je één ding, Elsa Labbedonia. Nu ik niet meer zeeroof, verzet ik geen stap meer. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Mevrouw Labbedietje, ga je mee dansen met de voetjes? Oh, ja, pijn. Judy, heb je dat gehoord? Die kapitein wil geen stap meer verzetten. Nou, ik zal hem leren stappen. En we tonnen dat renpoeder van die heks. Dat kan je niet doen, joh. Of eigenlijk toch wel, hè? Tegen wie praat je eigenlijk? Tegen hem? Nee, met hem. Dat kan luisteren eens. Drempoeder. Er is nog een heleboel over. En dus... Dat was het er weer. En nou, zegt Piepo, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, tot heel gauw ziens.